van It's Complicated. Mijn naam is Mani. Mijn naam is Jay. En we gaan het weer hebben over eeuwenoude vragen en moderne problemen. En vandaag, als je het toch hebt over moderne problemen, mm -hmm. wil ik het hebben over mixed signals. Yes. Er is een collega van ons die uh, ons een beetje ja, een verhaal vertelde over hoe zijn date was verlopen met een dame en dat zelfs na het daten nog, dat ze elkaar via social media. Blijven spreken. Hij probeert zeg maar naar de volgende, ja, naar de, een, beetje, een beetje te weten van: oké, okay, wat wil je nou? Zie je dit als iets leuks of niet? Maar ze geeft geen duidelijke signalen. Het is wel en ook weer niet. Ik vind wel dat het een soort van een red flag is als ik, je nummer, als ik mijn nummer naar je stuur en je hebt, we blijven toch nog steeds via de DM praten. Wat is er dan? En wat ik ook wil weten, en misschien is dat weer misschien iets anders, maar. In deze soort situatie van mixed signals. Wat zijn eigenlijk dingen die je kan zien, signalen die je kan zien. waaruit je eigenlijk toch de informatie al die je moet hebben. Dus wat is dan een red flag in al die signals die ze geeft? Hmm. Ik denk dat als je elkaar al hebt gezien. en diegene doet nog steeds een beetje afstandelijk. vind ik al een signaal van. diegene weet het niet zeker. She's not that into you. Ja. Oh. Dat. Maar het is lullig als je dan toch iemand blijft checken. En toch nog van hé, hey, een beetje. Toch af en toe het gevoel geeft van. Oh, eigenlijk misschien wel. En dan, hè, toch niet? Oh, toch wel. Ja. Maar ook. Um, ik vind ook dat als je na je afspraak een naar huis gaat. en diegene check je niet meer of zo. of je praat niet meer in de way dat je al sprak. dan kan je het ook gewoon beter laten. Toch? Ja, oké, okay, dat is het gewoon. Dan is iemand gewoon niet echt geïnteresseerd ja, in jou. Dat denk ik ook. Maar wat als gewoon. Al een man in haar leven heeft en gewoon zoiets heeft van. Zoiets heeft van. Je moet beide goed houden. Die guy gaat nog niet helemaal voor me. Dus ik moet nog één oog op het veld houden. Maar ik kan ook weer niet te diep gaan met die nieuwe guy, want die andere guy is er nog een soort van. Ja, dat kan. Maar dat is dan dat, die signaal krijg je ook. En die krijg je wanneer je niet op tijd de aandacht krijgt, denk ik. Ja, ik kan het echt wel voelen maar hoor. Het communicatielevel is niet daar dan. Dan durft zij niet zo open te zijn. En dan is ze ook niet zo alert en snel of niet alleen zij en hij ook in het algemeen. Ja. Als iemand niet um, de volledige aandacht, ja, dat is misschien een groot woord, maar als iemand niet volledig um, bezig is met je door echt te vragen hoe was je dag, hoe is het met je, ja. um, je nummer vraagt of je al een keer heeft gezien, dan moet je weten er is of iemand anders of diegene weet het niet zeker. Ja. En het niet zeker weten is fijn. Is niet erg, nee. Maar ik vind het wel lastig hoor. Maar want het want je met mixed breken. signals zit je wel in iemands tijd. Ja. Zeg dat gewoon tegen me, ik weet het eigenlijk niet met ons. Ja. Ik vond het leuk, maar. Maar I don't know. Maar dan kan je iemand anders ook wel killen en dan gaat diegene misschien door en dan weet je het ineens wel. Nee, maar diegene moet dan ook doorgaan. Want je zit in diegene's tijd, vind ik. Ja, dat ook wel. Snap ik, bedoel? Maar je kan het ook helemaal opfokken dan, hè? Ja, maar wat was er eigenlijk dan? Als dat, al het al, als dat het al opfokt, wat was er dan eigenlijk? I don't know. Want kijk, stel je voor. Ja. Je, je wilt de auto kopen. Ja. En die man zegt tegen jou... als je me morgen niet laat weten... dan um, heb ik iemand anders die hem ook wil. Ja. <laughs> dat is een raar voorbeeld. Oké, okay. ik <laughs> ben benieuwd waar het naartoe gaat. <laughs> en dan, maar eigenlijk weet je al van... Hmm, mijn hart ligt eigenlijk bij die andere auto. En Je kan die man al lang zeggen... want dan kan hij hem al verkopen aan die ander. Mm -hmm. Maar je houdt hem aan het lijntje, want je weet het zelf niet. Oh, je zegt het al. Je houdt hem aan het ja, lijntje. Ja, maar morgen weet je het ineens wel. En dan word je, word je helemaal gelukkig met die auto. Je rijdt nog tien jaar met die auto. <laughs> Zo, ja, dat, is dat, een raar dat, voorbeeld, dat maar. kan, maar weet je gewoon niet. Want soms die moet je als je, je iets niet weet nog even voor jou Je moet niet te snel denken. Oké, okay, als je iets niet weet, oké, okay, dat is anders. Maar, toch? Maar, maar soms weet je diep van binnen dat het het niet is. Maar dat, ja, je, dat... Maar dat die guy eigenlijk... Eigenlijk weet je gewoon van... Dit is eigenlijk die guy waar ik mee zou moeten gaan. Maar ik wil niet met hem ja, gaan. Ja, maar dat is een andere... Dat... Maar dat is wat ik in gesprekken met vrouwen ook vaak naar, naar boven krijg. Van dat, ze, dat ze dan uh, zoiets hebben van... Dit is eigenlijk die good guy. Hij heeft eigenlijk alles. Maar toch vind ik hem niet zo leuk als die andere guy... die weer een bepaalde ge, 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 ja, gebreken heeft... die ik ook echt belangrijk vind, zeg maar... En dan is het echt in één keer moeilijk. Ja, ik hoor wel. Wat dan, met, wie, met wie zou je dan gaan? Ik denk dat, dat je ik, altijd, weten, ja. ik denk dat je altijd moet gaan met datgene wat je echt voelt. Want je kan je, je gevoel niet forceren. Ja. Ik heb het ook wel eens geprobeerd hoor: dat er een guy was. Hij was op en top perfect. Maar ik voelde het gewoon niet. Mm. Nee, toch? En dan denk je van ja, ligt het nou aan mij, dan is er eindelijk een guy die helemaal perfect is. Maar je voelt het niet. Maar dat heeft niks te maken, denk ik, dan aan jou op dat moment. Maar de chemie is er dan gewoon niet. Dus het gaat er niet om of yeah. een guy bad is of good. Maar je moet ook gewoon die sparkle hebben. Met ja, maar elkaar. jij weet ook wel dat als je dit zo zegt, dat er dus blijkbaar een guy is die minder perfect is, tussen aanhalingstekens. Die waarmee je de sparkle wel hebt. Juist, dan, is het toch ook, toch, dan ligt het wel een beetje aan jou. Mm, of aan nee. mij als ik in die situatie zou zitten, toch? Kijk, het is fokt op dat die guy bad is, bij wijze van spreken, maar. Um, het ligt aan de sparkle die je met iemand hebt. En wat die, voor sparkle is dat? Die, dat kan je ook met iemand hebben die nog steeds good is. Maar die good guy is gewoon niet voor jou. Daar geloof ik echt heilig in. Snap ja, ja. je wat ik ja, bedoel? Ja, nee, ik snap het. Alleen, weet je wat, het, wat, wat ik moeilijk vind, zeg maar? Steeds, hoe langer ik zeg maar, zelf in de relatie zit en steeds meer gesprekken ik heb met mensen en dat soort dingen. begin ik steeds meer te merken van uh, soms kiezen we een partner op basis van. Bijvoorbeeld uh, 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 de dingen die je gemeen hebt, interesses die je gemeen hebt. Of uh, we, oh, we zijn compatible, we, we vinden echt dezelfde, we, we zitten in dezelfde fase van ons leven en we vinden dezelfde die dingen je interessant. Vindt. Ja, maar dat zijn allemaal dingen, pardon. Die kunnen veranderen. En dan ben je tien jaar met iemand die geen of andere interesses heeft ja. gekregen, ziet er niet meer zo uit als hij eruit dat zag toen je hem echt helemaal zo. handsome vond. En wat heb je dan nog over? Maar je kan niet met iemand gaan waarmee je dat niet hebt, maar die guy is wel gewoon basically perfect. In familie, maar kijk, dat is alles. mijn story. Dus. En dan hopen dat je over tien jaar dat wel hebt. Nou, maar niet per se hopen, maar kan, je daar, niet, kan daar niet aan gewerkt worden? Maar kan het niet komen? Ik denk het niet. Ja, je hebt het nooit de kans gegeven. Nee, daarom juist. Ja, je weet het niet. <laughs> ik heb wel eens gehad dat guys waarmee ik dat niet had en het wel graag wouden, maar ja. ik het niet kon, na jaren terugkwamen en dat ik dan weer eens dacht van, oh ja. Dat was de reden waarom ik er nooit voor ja, ging. Precies, Snap ja, precies. Ja, ja, ja. Maar dan voel je diegene gewoon echt gewoon niet. Nee. Damn dus man. ja, maar daar komen we ik wel moet gewoon wel vaker... zeggen. Ik moet wel zeggen... Ik vind jullie vrouwen wel gecompliceerde wezens. Waarom? Maar. Jullie mannen zijn ook zo, hoor. Ja, nee, weet ik. Voor jullie zijn we hetzelfde. Maar wij vinden jullie ook echt moeilijk, man. Want ik moet zeggen, kijk... Ik heb het gevoel dat vrouwen heel vaak... hun gedachten of emoties willen uiten of uiten... Mm -hmm. En mannen juist niet. Kijk, en ik denk dat daar het fout gaat in de signalen die je aan elkaar afgeeft. Kijk, waar het, waar het, waar, waar, kijk, ik hoor je, maar weet je wat ik denk hoe ik het zie, zeg maar, is van het is gewoon heel moeilijk om een vrouw te pleasen. Want je zegt communicatie, bij een man is het namelijk zo: dat als je vraagt is er iets, als hij zegt niks, dan is er niks. Nee, Bij mijn vrouw niet. is dat niet zo. <laughs> je moet drie keer vragen. Maar snap johan. je wat ik bedoel? Dat is, heel, <laughs> dat is toch heel moeilijk voor een man om dan echt te snappen. als er zo'n soort codetaal is. en een soort van hele systeem. Die, waarvan ook verwacht wordt dat je die begrijpt, hè? Ja. Je zou moeten begrijpen. Laatst zag ik iets op social media. dat een dame bijvoorbeeld zei. van... Ja, ik zou je niet moeten zeggen dat de bloemen moet kopen. want dan ga je bloemen voor me kopen. en ik wil gewoon dat je bloemen voor me koopt. En niet dat ik dat moet zeggen dat ik bloemen voor je koop. Maar en, weet je wat het heel en vaak je is? dan denk van ja, maar. Wat wil je dan? Wat ik wel merk is bijvoorbeeld: um, een vrouw, uh, bijvoorbeeld ik kijk dan naar jou en ik zeg jou: Oh Jay, wat heb je in een leuk jasje aan? Ja. Um, maar een man die kijkt en die denkt dat, maar die spreekt het niet uit. True. En een Vaak vrouw, ja toch? Ik geloof er echt in dat een man hmm. dat denkt, maar die spreekt het niet uit. En een vrouw wil het graag horen. Je bedoelt in een relatie voelen, toch? In een relatie. Want in buiten een... een relatie zijn we bang om iets te zeggen tegen Nee, maar gewoon ook. We in, durven niks meer te uh, zeggen, hè? geen complimenten te geven. Hè? of zo. Weet okay, je wel, Oké, okay. in... oh, okay. dus je bent allemaal dus in het algemeen ja. om complimentjes. En een vrouw voelt zich gewoon echt heel gelukkig als een man haar een complimentje geeft, of een arm om haar heen doet, of als je ergens loopt, haar hand vasthoudt. Even die bevestiging ja, van haar gadget. Dat zijn allemaal bevestigingen. Ja. En wanneer een vrouw moeilijk gaat doen, of je hoort haar niet meer, dan ja. komt ze gewoon tekort daarin. Ah. Dan heeft ze gewoon feelings, of dan zit er haar wat dwars, en dan kan je zeggen: wat is er dan? Zegt ze zegt: ja niks hoor. Dat had je allemaal merken. <laughs> ja, we? snap je? Hij wordt daar zo verwacht dat we het al merken. Terwijl, nee, we kunnen het niet merken, want we zijn mannen. We snappen niet hoe jouw brein werkt. Dat, ja. dat snappen we gewoon niet. Maar wij begrijpen niet waarom je dat niet snapt, want het gaat om een klein gebaar. Dat is niet een klein dingetje. Het gaat als, van, jij... als we ergens naartoe lopen, we gaan samen naar de bioscoop, dan pak je gewoon mijn hand. Van schat, we gaan samen. Maar, maar in hoeverre, kom, in hoeverre heen, in moet dat gecommuniceerd worden vanuit een vrouw dat ze dat fijn vindt? Nou, het probleem is dus dat de vrouw heel vaak zelf zo doet: van. doe die arm om me heen dan. Weet je wel? Of zelf die hand grijpt. Ja, maar wanneer moet ik weten dat jij. dat dit betekent arm om me heen? Hoe moet ik dat weten? Ik heb dit, ze nog nooit gezien. Nee, nee, nee. Dat bedoel ik niet. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer van. dan pak ze zelf die hand. of van. doe die arm om me heen. Dus dan gaat ze het zelf doen. of ze grijpt zelf naar die hand. Terwijl als zij denkt: van. ja, als we samen naar de bioscoop gaan. of we gaan, waar dan ook heen... Ja. pak gewoon even mijn hand die Ja, maar waarom mijn... zeg je daar niet bij date 2? Bij wijze van hè? date nummer twee. Zeg je dan nog niet. Weet je wat ik fijn vind? Ik vind het fijn als ik met een guy op zo'n level ben. Dat hij bijvoorbeeld mijn hand vastpakt. Ja, maar dan, dan, voelt, hij wel... het, dan voelt het alsof, alsof diegene dat gaat doen. Omdat je het hebt gezegd. Je wilt dat diegene het zelf doet. En dat je dan een gebaar van diegene krijgt. Een signaal. Dat diegene wat je is lijkt het of verschil, met je wil zijn. Wat is het verschil in waarde van zo'n gebaar. Als, als diegene het van jou weet. Omdat jij het hebt gecommuniceerd. En als diegene het niet weet. Dat het minder, uit hemzelf komt. Echt minder. Mm. Ik zeg je eerlijk. En weet Wanneer je, en een guy daar dat het uit zichzelf doet... Omdat stel wij, voor. Ja. Ik ben op een date en die guy doet het uit zichzelf. Hey, ik kan gewoon verliefd worden. Gelijk. Ja. Ik zeg je eerlijk. Ja, ik snap dat. En als ik het moet zeggen en je doet het... Dan denk ik... Oh ja, hij heeft het herinnerd. <laughs> snap je wat ik bedoel? Hij heeft het gewoon goed onthouden. Ja, maar zelfs... Wel nou, nice, ja, maar ja. Ik zeg je eerlijk. Laat hem wat anders doen. Wij om denken te gewoon logisch. Wij denken gewoon logisch. Als je iets wil... Dan moeten wij dat weten. Snap je? Omdat je een ja. vrouw bent. Wij snappen je gewoon niet. Dat is ons ik handicap. Ik denk dat we hier van. gewoon niet. Uh... Nee, nee we, we, we hoeven niet eruit te komen van dat er één absoluut antwoord is. Maar ik hoop wel dat je dan een soort van beter begrijpt hoe het bij ons in ons, in ons hoofd werkt, zeg maar. Nee, maar dat is het pro probleem. Ik begrijp het niet. D ja, ja, ja. En dat, ik denk, het het is grappig, want je we... begrijpt niet dat wij vrouwen, het niet begrijpen. Ja, ja, dat is het. Letterlijk. Ja. Vrouwen begrijpen niet dat mannen het gewoon niet begrijpen. Dat ze soms een actie moeten ondernemen. of iets, een complimentje moeten geven. om die vrouw een goed gevoel te geven. Dat kan een vrouw de hele dag maken. Ja. Weet je waarom ik denk dat vrouwen dat niet begrijpen? Omdat heel vaak. Als een, vrouw, als een vrouw het niet begrijpt, want sommige vrouwen begrijpen het wel, denk ik. Of sommige momenten begrijp je het. Als een vrouw het niet begrijpt, dan is dat omdat ze het probeert te begrijpen. vanuit de logica van een vrouw. Yes. En dan ga je nooit begrijpen hoe een man denkt. Of een, of een logica, überhaupt, maar er zit geen logica achter. joh. je bent me kwijt. Je bent kwijt. <laughs> ik heb nog iets uh, dieps. Een uh, leuk feitje: mm -hmm. wanneer twee geliefden. Elkaar drie minuten lang in de ogen kijken. Mm -hmm. Dit moet je vanavond proberen. Synchroniseren hun hartritmes. Ja, dit is wel een lijp, ja. Toch? Dat was sick. Maar ja, hoe kijk je ten eerste elkaar drie minuten lang aan? Ik word al helemaal zo. Van... Gewoon aankijken, joh. Drie minuten, drie minuten zijn lang, hè? boeit me echt niet. Na elf jaar is drie minuten niks. Dan kijk je elkaar gewoon zo drie minuten ja, aan. Ja, joh. Doe maar wel even, joh. Dat is wel raar. Hand-op-hartslag bij dus elkaar. Moet je moet het echt voelen. vanavond proberen, hoor, Jay. Ja, ik ben ga het eigenlijk nemen. wel proberen. Ja. Ik wil wel weten of dat Oeh, echt werkt, ja. Het, ja, het, wel zal, het zal wel, het komt niet helemaal uit het niks. Ja, hey, wel. Maar even terug naar die mix-signals, hè? Want dat is dus waar het fout gaat. Uh, uh, wij denken anders dan elkaar. Mannen, vrouwen over het algemeen. We denken zo anders. En we proberen dus eigenlijk vanuit onze, uh, zeg maar bijvoorbeeld dit. We kijken allebei naar dit. Mm -hmm. En wij willen dit definiëren vanuit waar wij zitten. En ik zeg, ik zie gewoon een. Uh, <laughs> ik, ik doe liever zo. Ik doe liever zo dat ik deze zie. <laughs> ik zie gewoon billen. Jij zegt, nee hoor, ik zie gewoon. Uh, Poesie. Bij wijze van. <laughs> ja. Nee, ik zie billen. Ja. Maar het is eigenlijk allebei. Ja, 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 het is gewoon. Maar waar gaan we elkaar vinden? Want dat is waar die mixed signals vandaan komen, denk ik. Los van, als, los van als iemand gewoon niet eerlijk en oprecht is. Want dat is ook een, een, een denk ik, een oorzaak van mixed signals. Ja. Zoals bijvoorbeeld, als we het voorbeeld van onze collega nemen. Dat meisje is gewoon niet helemaal oprecht. Dat maar, of dat sense Ik ben het ik, er maar. wel mee eens. Kijk, ik vind dat mixed signals voornamelijk bestaan uit slechte communicatie, mm -hmm. aannames maken, mm -hmm. voor elkaar denken. Weet je, dus. Uh, ik ben wel daarin gegroeid, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat als ik zoiets denk of vind, of iemand geeft me een mixed signal... zeg ik gewoon van, hé hey, luister dan, dit is de situatie, wat wil je? Snap je? Ja, gewoon ja. straight to the point. Ja. En ik denk dat diegene dat ook moet doen. En tegen haar moet zeggen van, luister, we hebben elkaar gezien... we praten alleen maar op DM, zie je hier wat in? Of kunnen we het beter laten? En dan kan hij haar beter ja. voor een bewijzen van spreken. Ja, dat is ook een toerie. Want hoe voor, weet je nou... De echt. staan. Ja, communiceren gewoon man. Gewoon durf je jezelf kwetsbaar ja. op te stellen. Ik denk dat je daarmee tijd wint. Ja. Of, 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 je, of je in ieder geval geen tijd verspilt. Dus je gewoon zeg: hey, luister, moet je luisteren. Ik vond het echt heel gezellig vorige keer. En dan gewoon op tafel leggen van... het lijkt me leuk om gewoon jou beter te leren kennen... maar ik ja, weet niet of jij daar echt interesse me, in ja, hebt. En als je daar niet aan toe bent, ja, laat het gewoon precies. even weten. Precies. Net als het gevecht van wie appt eerder of wie appt ja, sneller. Ja, dat is echt kinderachtig eigenlijk. Hij antwoordt nu, oh, ik antwoord over tien minuten. Dat, dat is gewoon oh, childish. ah dat is zo childish. Snap je? Oh, 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 dat dan is echt ga je childish. elkaar mixingels geven. Ja. Dus ik denk gewoon, communiceer, doe gewoon alles op je tempo. Man. En maakt niet uit als diegene dan niet zo geïnteresseerd is in jou... en dat jij laat zien dat je wel geïnteresseerd bent. Want dat is eigenlijk waar we bang precies. voor zijn dan. He? Precies. Ja, dat is echt onzin. Nou, we zijn eruit. Ja. We zijn er toch wel erg, hey, ik. Heb een, hi, uh, hi. ik heb een complicated question, dus we zijn er <laughs> nog niet helemaal Vertel. uit. Oké. Okay. Hi. Ik vind dat mijn vriend te weinig tijd voor mij heeft en te veel voor zijn PlayStation. Nou, heb ik laatst uit frustratie stiekem zijn controller verstopt. Toen hij vroeg waar die was, Oeh. deed ik alsof ik het niet wist. In eerste instantie was hij boos aan het zoeken, maar uiteindelijk hebben we toen een hele fijne movie night gehad. Mm. Oké. Okay. Nu wil ik dit eigenlijk vaker doen, maar dat valt misschien een beetje op. Hebben jullie andere, misschien minder toxic tips? <laughs> hem duidelijk maken dat ik meer aandacht wil, werkt echt niet. Want dat heb ik al vaak geprobeerd. Het is anoniem trouwens. Oké. Okay. Oké, okay, dus eigenlijk is de vraag van hoe kan ik hem duidelijk maken dat ik meer aandacht wil? Zo Waarom is... is die Playstation altijd een ding bij jullie, mannen? Ik, ik heb game geen Nee, ik game niet. Oh. Nee. Ik, ik ben totaal niet geïnteresseerd in Gamer. Sorry, maar zijn Guy maar aan de kant zit voor een PlayStation? Mag gewoon gaan. Aan de kant voor een PlayStation? Ja, dat toch? is het toch niet? Je maar wel, je wel. Een vrouw gaat altijd winnen van een PlayStation, maar hm? een, een vrouw kan altijd winnen van een PlayStation. Hoe dan? Beantwoord die vraag. Moet ik dat echt zeggen? Ja? Je moet voor die tv gaan staan, toch? <laughs> If you know what I mean. <laughs> Je moet gewoon in een bepaalde Do you outfit. You see this? Or this? Snap je? Snap je? Je moet in een bepaalde outfit even uh. voor die tv gaan staan. Maar dan moet je dat nou, elke keer kijken. doen. Dat moet je niet elke keer hoeven doen inderdaad. Snap je? Ja. Dan wil je één keer, zoals je zei. Damn, het is van. lastig, want ik heb hier geen ervaring mee. Ik kan me niet nee, voorstellen ik niet. dat. Ik vaat niet op mannen Maar die kijk, gamen, weet je wat ja. het wel is? Weet je wat het wel is? Kijk, mannen hebben gewoon. 1 à twee keer in de week gewoon contact met andere mannen nodig. Ja, yeah, dat is fijn. We hebben gewoon onze homies nodig en soms uh, hoef je daar niet uit huis, kan je dat gewoon lekker thuis doen. Mm. Ben je lekker gewoon thuis, maar dan ben je op die PlayStation elkaar aan het, uh, weet ik veel, met elkaar aan het vechten of aan het lachen, weet ik veel wat, 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 wat voor spelletjes ze allemaal spelen. Dus die snap ik ook. Dus soms mag je je man wel maar, dat momentje voor ja, hemzelf even, even geven. Ding. Maar als hij terug is. Heeft hij je weer gemist? Er is een potje in ons lichaam, zeg maar. Elke keer als we je aandacht geven, gaat dat potje leeg, zeg maar. En op een gegeven moment, op een gegeven moment zijn we weg van je. Dan vult dat potje weer, zeg maar. Je weet het uh, hoe mannen werken met weg Dan potjes. vult dat potje wij weer. We hebben eindeloze potjes, denk ik. Nou, ik uh, weet wij, het niet eh, hoor. Geen ik hoor. weet het niet Nee, kijk, <laughs> en, 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 en dat potje is dan weer helemaal vol als ik zeg maar de hele dag heb gewerkt en jou niet heb gezien. Is hij helemaal vol? En dan ben ik, oh, dan heb ik alle aandacht weer voor je. En dan, oh, dan wil ik je doodknuffelen totdat het potje helemaal leeg is. En dan ja, moet dat, ik weer even met mijn ik boy begrijp gaan gamen. Maar ik, sowieso ieder moet zijn eigen ding gaan doen. En zijn energies ja. vullen, weet je wel. Ja. En maar je kan niet elke avond van werk komen en achter de PlayStation gaan nee, zitten. Voel, nee, dat kan niet. Toch? Sorry. Dat, dat, dat dus kan die gewoon filmavond niet. moet je, ik denk ook Tenzij dat het heel gezond is. is. Als je, een vriendin van me doet dit, um, één dag in de week sowieso een date night hebt. Ja, man. Toch? Ja, dat is dat day day whatever it is. Supergezond. Maar ja, toch? Ja, man. Dan hou je het ook gewoon uh, goed. dan vul je elkaar spotje. Dat moeten jullie doen. Weet je wat je kan doen? Je kan met je mattie afspreken, met je vriend of man, maakt niet uit, of je vriendin dat je een vaste dag hebt die heilig is, mm -hmm. dat je date night hebt. En zelfs als er iets tussen moet komen... dan moet er een vervangdatum zijn die heel kort daarna ja, ja, ja. gewoon het fixt. Zeker. Dan hou je het toch een soort van... Zeker, ja, dan zeker, maakt zeker. het net even iets minder uit als je gaat PlayStation. Ja. Of Playstation time met een limiet en daarna gaan we movie nighten gewoon. Ik zeg eerlijk, is ik hoef it? echt niet meer met mijn homische Playstation. Ik ga liever een film kijken, hoor. Dog. Nou, heb jij nog een complicated question? Halen at your girl and boy. Ga naar it's complicated at phonics.nl en dan behandelen wij jouw complicated question. Yes. Ja, dat ja dit, was was dit was wel een tourie. Dit was wel een Mix signals. Ja. Voor het eerst zijn we er niet echt uitgekomen met elkaar. maar in een way weer wel. Ja, maar ik vind niet eens dat we tegen elkaar in zijn gegaan of zo. Maar ik begrijp het nog steeds niet van die complimentjes. Nee, je gaat het ook. Je gaat het ook niet begrijpen. Oké. Okay. Je gaat het niet begrijpen, omdat ik denk... Uh, dat jullie vrouwen het gewoon niet willen begrijpen. Dat is niet waar. En of the story. Dat is gebeurd, dat, dat is gemeen. Dat meen ik natuurlijk